Leuk dat je weer kijkt. Welkom bij vlog nummer 47. Zoals ik in mijn vorige video ook al had aangegeven, ben ik langs Brouwerij de Molen geweest. En ja, ik ging eigenlijk ook wel voor dit biertje. En waarom? Ik heb deze al een keer eerder gehad. Maar deze keer, en zoals ik al in een van mijn eerdere vlogs heb aangegeven, gaat de biermarkt lichtelijk langzaam over op blikbier. Dus Brouwerij de Molen kon niet achterblijven. En die hebben hun bekende Rasputin ook in blik. Ja, en waarom in blik? Omdat het bier dan beter bewaard blijft en er sowieso geen licht bij kan. En gelukkig hadden ze deze nog staan. En toen dacht ik bij mezelf, dat is mooi materiaal om weer te gaan vloggen. Ik heb deze overigens nog niet eerder gevlogd. Wat ik al zei, ik hem wel eerder gehad. Dus ik ben heel benieuwd hoe die uit blik smaakt. Pakken we de snifter erbij. Uiteraard. Zoals je al kan zien. Het is een Imperial Stoutish. Nee. Als je het etiket ook ziet. Het ziet er allemaal... Ja, ik vind het een heel mooi etiket. Het ziet er gewoon heel duidelijk uit. Met wat tekst op de achterkant. Ja, het ziet er goed uit. En ook het dingetje met Rate Beer erop. Ja, het ziet er goed uit. Wat kan ik ontdekken op het blikje? Tekst. Rasputin. Rasputin is one of our classics, a sweet imperial stout with a lot of chocolate and coffee notes. Strong yet not overwhelming, very flavor and powerful. Don't drink Rasputin too cold. The flavors will be exhalate around 10 degrees. Enjoy with friends. Cheers. Nou ja, with friends. Ik zit hier nu alleen en... Op zich, het is niet een heel groot blikje. Het is gewoon 0,33. Je zou zeggen dat als je hem zo ziet, dat hij misschien zo'n halve liter blik. Maar het is eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde idee als een... het is een beetje hetzelfde formaat als een Red Bull blikje. Even kijken. Alcoholpercentage is 10,4%. Wow. Dat is aardig. Zoals we aangeven, karamel en chocolate zit erin. Nou ja, ik heb deze ook een keer eerder gehad. En ik vind dit toch wel een van de betere Imperial Stouts. Het is niet barrel aged. Je hebt ook barrel aged versies van deze bieren. En ook die zijn echt geweldig. Maar goed, nu de non-barrel aged uit blik. Ik ben benieuwd. Ik ga hem openmaken. En daar heb ik niet de Punisher open voor nodig. Dus, here we go. Alsof je gewoon een Red Bull blikje opentrekt. Hoppakee. Ja, ik ruik hem nu al. Altijd goed. Rasputin. Altijd goed bier. Dus, ik ga hem inschenken. Ben benieuwd. Heerlijk, die chocolade cacao geur, mokka-achtige schuimkraag, ziet er goed uit. Er staan ook nog vier categorieën op de achterkant, waarmee aangeduid wordt of iets veel bevat. Dus body, nou, 3 balletjes van de 5, bitter, 2 balletjes van de 5, sweet, 4 balletjes van de 5 en sour, 1 balletje, dus nou ja, zuur is hij niet. Dus hij is inderdaad lekker zoet en heeft gewoon een volle smaak. Ik ga hem ruiken. Here we go. Ja. Perfecte geur. Echt gewoon een klassieke Imperial Stout. Ja, ziet er goed uit. Zo zwart als nacht. Ja, ook in het daglicht.
totaal geen inkijk of wat dan ook. We gaan hem gewoon proeven. Here we go. Cheers. Precies zoals ik al had verwacht. Super, super volle smaak. Inderdaad, die body. Hè, echt gewoon, echt bam. Echt super goed. En uiteraard, drink hem zeker niet te koud. Deze is gewoon op kamertemperatuur. Dus ja, perfect. Echt super goed. Vooral de koffie en cacao komen goed terug. Het is echt een hele goede combinatie. En ja, meer kan ik er niet over vertellen. Het is gewoon... Als je hem ziet kopen, of je hem nou in fles hebt of in blik. Ik vond het blikding wel, ja, vond het ook een keer grappig. Ik was heel benieuwd hoe die, hij proeft nog steeds vers en supergoed. Dus ik ga hem lekker opdrinken. Uiteraard bedankt weer voor het kijken. En zeer zeker tot de volgende keer. Cheers.